Goedemiddag, daar zijn we eindelijk weer terug met een nieuwe Modded Survival samen met... Xela Creations. Yeah! Ik hoor stemmetjes. Team Maestro. Ik hoor stemmetjes in mijn hoofd. Oh, wacht, dat is mijn headset. Hi! Ja, de Tauler kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dutch Gaming Nation kon er vandaag helaas ook niet bij zijn. Sad, omstandigheden, yada. Heel erg vervelend. Maar ja, het is eenmaal zo. Nou moet ik mijn timer resetten, want we hebben net een faalopname gehad dankzij onze Team Maestro. De noob van de Let's Play. Ja, de gigantische noob van de Let's Play. Er is daarom ook een kleine wijziging. We waren eigenlijk van plan om naar de Nightmare Dimensie toe te gaan. Maar aangezien dat we dus zeg maar niet met het complete team zijn waar ik een paar mensen toch van mee wou hebben. Net zoals ja, Dutch Gaming Nation en de Tauler wil ik eigenlijk toch wel daarin meenemen. Heb ik besloten om maar naar de Lion King Dimensie te gaan. Want die zit namelijk ook in onze modpack. En het leuke is, ik ga nou ook een paar telepads maken. Omdat als we daar eenmaal zijn, dat we dan heel erg makkelijk terug kunnen komen naar de Wall of Awesome Comments. Dus, daarom ben ik heel even glas aan het smelten, want ik heb eventjes telepads nodig. Dus, zeggen jullie ook eens wat. Hi. Hi, blablabla. Ik wacht op jou. Tot je tapt. Waar kan ik beginnen? Je kan beginnen bij het verhaal te vertellen van je mooie avontuur. Ja? Heb je een mooie avontuur beleefd of niet? Nee? Nee, niet echt. Ja, ik heb, nou, ik heb net iemands huis opgeblazen, maar niet echt meer. Ja, ik zit allemaal geinige dingen te doen met de camera dat jullie lekker niet zien. Oké. Okay. Maar goed. Dat zie ik straks wel. Ja, dat zie je morgen allemaal, hè. Of ja, vandaag, voor de kei. Maakt niet uit. Goed, dus, wat we nodig hebben is, we hebben dus nodig 1 iron block, 4 redstone, 1 ender pearl en 3 klaas. En dan krijgen we dus een telepad. En die telepads kunnen we dus gebruiken. Ik denk dat ik er nog even eentje extra maak, want ik heb toch dingen genoeg. Want dan kunnen we dus makkelijk naar andere dimensies toe reizen en dat is nogal... Nee, ik wil niet nog een glass plane dinges geval. Want wij gaan dus zeg maar naar een hele bekende Disney film. Echt welke? Dat heb ik net gezegd. Oh. Ik denk dat zelfs de kijkers meer opletten dan jij. Dat is echt... Dat zou me niks verbazen. Waarom ben je dan hier in godsnaam in deze Let's Play? Weet jij hoeveel kijkers er wel in jouw schoenen zouden willen staan? Genoeg. Dus doe eens, probeer een beetje effort te tonen. Al is het maar een klein beetje. Ja, ik weet. Een beetje, dus dat is echt zo. Nou, laten we maar op zoek gaan naar zo'n Lion King boef. Waar zijn jullie? Ik weet wel waar die is. Oh, jij weet al waar dat die is. Oké, maar... Volg de Alex of de Xella Creations. De man van de animaties. Ik kom. Ik wil mee. Wacht, Xella, wacht. We moeten op Slowpokeje wachten. Pam, 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 pam. Uiteindelijk. Jongen, nou, dat duurt ook weer 5,5 jaar later. En kijk wat we daar al hebben. Oh, kijk, daar hebben we hem al. Nou, ik weet dat je een Golden Ignite nodig hebt. En daarmee kun je de portal dan activeren. Dus daarvoor heb ik een Golden Ignite bij me. Dus qua... Nee, oh ja, Golden Ignite. Qua equipment hoeven we ons bijna nergens geen zorgen over te maken. Dus echt veel dead zal er niet in zitten, tenzij dat je Team Maestro heet. Dus, goed, nou, ik heb eens... Hallo, hallo Ticket Lion, hallo. Bring me a gold ignit and I will exchange it for a Lion King ticket. Nou, kijk eens wat ik hier heb, jongen. Oh, wat lief, yay, thank you, use this ticket, bla 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 bla, jekkerdy, smekkerdy. Nou zit er hier ook een kistje, alleen die zal geloot zijn. Leuk. Normaal gesproken zit daar een stukje equipment in of iets in die trend. Nou, en als je dan deze daarin gebruikt, dan kunnen we naar de dimensie. Alleen ik ben één ding vergeten. Wachten jullie al even op hier op mij? Ik moet natuurlijk wel zo'n telepad bij de Wall of Awesome Comments neerzetten. Oké. Okay. Dus anders heeft het geen effect om natuurlijk die telepads bij ons te hebben. Ja. En ik loop gewoon een bij, voorbij. Een bij voorbij. Ja, want toen mijn moeder bij de was was, stond daar een bijbij. Die vloog onder de deur over de weg weg. Zomaar bij. Lekker, lekker. Oké, nou, ik ben er bijna.
Nog een ogenblik geduld alstublieft. Er zijn nog 16 wachtende voor u. Dit duurt lang. Oh. Kunnen we geen liftmuziekje neerzetten of zo? Nee! Nee, want ze zien mijn beeld gewoon lopen. Oké, nou, ik zet hier die telepad neer en dan noem ik deze niet Plains, maar Wall of Awesome Comments. Zo. Oké, we hebben een warp. Ziet er episch uit. Maar ja, die telepad, wat dus een telepad eigenlijk doet, het zorgt eigenlijk voor een... Het is een warp systeem. Alleen, in plaats van dat je dus zeg maar overal waar je maar naartoe wilt warpen, kun je dus alleen maar naar die plekken warpen waar je die dingen neerzet. Dus, nou heb ik er daar eentje staan. En ja, nou ben ik eigenlijk een beetje de weg kwijt naar de Ticking Boot Line. Oh, daar. Ik zie hem al. Ik heb niks gezegd. En als we dus, ook al zijn we in een andere dimensie, daar ook een telepad neerzetten, dan kunnen we dus van de ene telepad naar de andere toe, wanneer dat we willen. En hoe meer dat je er neerzet, hoe meer dat je zeg maar kan teleporteren. Dus technisch gezien kun je wel op elk vakje, alleen dan zul je heel veel telepads nodig hebben. En die anderen zijn zo stil. Zo behulpzaam. Ja, wacht. Maar zo ik stil. Ik zit na te denken hoe Alex bij die leeuw terecht is gekomen. Bij die leeuw? Ja, kom kijken. Naar het raampje toe. Kom, zie. Hallo mensen, welkom bij mijn Nightmare Drive. Hoe ben je daar binnen gekomen? Nou, hier is de gat open. Dat is precies mijn vraag. Oh, nou. Wij gaan naar de Lion King, de mensen. Waarom ook niet? Maar u wilt geen hamburger bestellen? Nee. Bye. Oh, ik wou wel zeggen. The Circle of Life. Oké, nou, hier zijn we dan. Oh, ja. Dat nummer hebben we al gehad. Oh ja, haha. Ik heb de Book of Quest. Nou, moeten we nou niet eerst eventjes naar Rafiki eigenlijk? Nee, hey, er is hier een dinges. Een wat? Oh, laat maar. Die had jij al. Laat maar. Kom eens hierheen. Waar ben je? Hier. Oh, je bent onder water. Hoe ben je daar gekomen? Hoe kom jij door de grond? Oh, wat? Zag je dat ook? Ja! Wat? Wat? Ik ben serieus naar in de waag. Oh kijk, we hebben Zazu! Heet hij ook zo? Zazu! Oh. Er zijn er nog meer hier. Ja, die veren die moeten we later gaan verzamelen, maar moeten we nou naar de grote boom? Dat is toch het eerste waar je naartoe moet. Ik bedoel, je hebt hier de Book of Quest. En de eerste, zeg maar, if you lose this book, bla 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 bla. En het staat helemaal ingezoomd en dat is vervelend. Dus je hebt er weinig aan. Nou, als je de boom gaat zoeken, die staat dus zeg maar op 0-0. Dat zijn hele makkelijke coördinaten om te vinden. Dus wij gaan even een wandelingetje maken door The Lion King. Wat leuk. Echt serieus, het is gewoon 450 bloks van ons vandaan. Ja. En de enigste vijanden die we hier hebben zijn de hyena's. Hyena's. Die in de nacht komen. Ik haat hyena's. Oh kijk, wat zijn de... Ja, wat moet ik voor u doen? Mijn eigen gaan verkleden en de hula dansen. Oh wauw! Zet hem voor je klaar, smullen lekker waar, snel een beetje anders wordt hij koud. Lekker fritten, jam jam, zeker weten, jam jam. Hij is gratis, jam jam, als je hem te pakken krijgt. Hoi! Even wachten, nee, we moeten deze kant op. Ik heb een hyena bot. Wel een mooie bot, hè? Ze zien er alleen een beetje gebroken uit en een beetje verbrand. Ah. Ik vraag mij af, waar is Mufasa? Mufasa! Ik heb nou al die quotes van die film in mijn hoofd. Oké, okay, we moeten vanaf hier... Nee. Ja, we moeten richting het zuiden. Of niet? Nee, we moeten deze kant op, rechtdoor. Oh ja, richting het oosten. Sorry. Ik ben al omhoog aan het gaan. Omhoog? Ik ga gewoon langs de berg. Ik ga er doorheen. Dag hyena, ik spring gewoon over je heen. Door de bergen en door het woud. Gaan wij naar Rafiki toe? Ja, letterlijk en figuurlijk. We gaan toch naar Rafiki?
Nee. Jawel, dat is die naam. Wie is die naam? Dit is saai. Nou, hoezo is dit saai? Nou, niet zo lopen. Nou, we zijn er toch bijna, zeur niet. Ik was gewend om te vliegen. Ja, maar je mag niet vliegen. Nee, dat is jammer. Hé, ik zie de boom al, dus wat zeur je nou? Het duurt lang. We zijn er al! Echt niet. Gaan we nou over de smurfen beginnen? Duurt het nog ver weg, zelfde player? Moet ik anders Dark Player eventjes tevoorschijn halen? Ja. Ja. Zullen we niet doen, hè? Nee. Slecht plan. Niet doen. Slecht plan. Je hebt iets van 4 hyena, zacht je aan, hè? Ja, nou en? Zijn lieve beestjes. Dus, ik heb honger. Ja, ik ook. En nu heb ik honger. Ja, daarom. Ik heb heel veel steek bij me, dus. Aan u de eer. Waar zijn we? Oh, hier. Hé, Rafiki, ouwe mafkees, hoe gaat het met jou? Nou ja, zeg het eens, Rafiki. Oh, haha, welcome to the Prime Pride Lands. What's that? You like my steak? Well, bring old Rafiki a stack of hyena bones and you can... A stack? Ja, dat is een goed begin. Ik heb er 2. Nou, ik heb er 9. Ik heb er 2. Hier, alle... pak ze maar. Oké, we gaan dus hyena's molestreren. Mag ik een Benny Hill muziekje op de achtergrond om eventjes dit leuker te maken met audiocommentaar en al? Ja, want dan heb je namelijk een looting, heb je er ook nog bij zitten. Oeh, een respawn hyena. Au. Sterf. En het regent. En de zon schijnt. Weet ik veel. Hey, onweer. Komen hier tornado's ook? Ja. Nou, hier zouden ze niet zo erg zijn, want hier hebben we geen huis. Alleen de boom kan een beetje... Is eentje terug in het huis ook al eentje, zo botten? Ja, op het moment dat we het niet door hebben. Geef me je botten! Dat klinkt fout. Nee. Waarom blaffen zelfs honden? Het zijn hyena's, geen honden. Blaffen honden bijten niet, maar lachen die hyena's wel. Ik zie hier alleen maar zebra's. Zebra's. Hey, Niena, kom hier. Ik sla je kop eraf. Wat ben ik vriendelijk voor mijn mede, voor de mede hyena's. Eigenlijk als je de eentje doodmaakt, hebben de anderen weer meer voedsel. Ja, dus waarom klagen ze? Ja. Ik bedoel, dat is de kringloop van het leven. De kringloop. Goed zo, Zelda Play. Oh, respawn. Ja, rustig aan zeg. Ik zat even vast, ja. Ik sla je koppen zo af. Ik heb er al 30. Ik dacht even zo'n seconde tot ik 6 had. Hallo bliksem, wil je niet zo dicht bij mij inslaan? Vloeg die dicht bij je? Ja, best wel. Tornado! Echt? Nee. Oh. Oh. Ik kan niet laten, hè. Ik moet altijd weer op. Hé, ik heb Bambi gevonden. Wat zie je ook zo? Ei! Ik heb iets uitgevonden. Je kan zebra's hier eten. Wauw. Misschien moet je dat vlees eerst ook nog even koken. Ja, bij mij wordt het automatisch gekookt. Ja, bij mij ook, als het goed is. Ja, of je moet ze neerzetten. Volgens mij heb ik ook flammable aspect gebeuren. Wat de hel was dat? Dat was een skeleton hyena. Nou, ik heb er al 35 in ieder geval. Ik heb er 6. Wauw. Ik heb er 38. Oh, dan hebben we het er toch al genoeg. Ja, hier, kom maar. Dan geef ik de rest aan jou. Wat de fuck? Moet je die weg of zo? Nou, oké, we hebben genoeg. Donder op! Oké, nou Rafiki. Ik weet niet wat je met die bordjes wilt doen.
Maar we hebben ze voor je. He wants to bone something. Ja, now we're boned. Gaan we nou heel veel Engelse woordgrappen maken? Bon appetit. Bone. Nou, eigenlijk zou ik hier eigenlijk best eventjes ook beter de warp even neer kunnen zetten. Ja. Dus, Ploef! Wat nou, waar? Je moet je muil houden, Rafiki. Oh. Dat ziet er... Dat klinkt niet zo vriendelijk. Maar dat is het wel. Ik wil erop staan. Doei! Als het goed is, kun je hem ook gebruiken. Dan moet je gewoon een nieuwe telepad. Ja, dan moet je gewoon, dan krijg je er eentje als het goed is. Oké, nou Rafiki, ik heb hier je bordjes. He knows the way! If you want one again, bring me another stack of... Ja? Ik moest hem ook zetten daar. Dus ik heb hem niet gezet. I heard Scar has returned to the Pride Land and strapped our king in the Star Realm. You must find Scar and kill him. My stick is the only weapon that can harm him. We moeten Scar zoeken. Ik kan hem niet gebruiken. Dan tp'en jullie toch naar mij toe, dat is niet zo'n probleem. Nee, ik moest hem allebei zetten, dus rechter muisknop doen. Ja, dat kan toch? Ja, maar dan ook daar. Daarom dan tp'en jullie... Hey. Huh? Wait a minute! Hallo? Hallo? Hoor ik... Horen we een handdoek? Hebben we een handdoek? Jongens, ik... Even wachten, eventjes de radar eventjes een beetje bij spelen hier zo. Hallo? Ja, hoor je me? Hey, we hebben een handdoek! Hey, hij is terug! Hey. Welkom meneer Handdoek, we zijn nou toch erg blij. Wij staan in de savanna, hier de touwler en jij. Maar jij bent de touwler, dus dat slaat nergens op. Dus kom naar de Lion King Dimensie, want we wachten op jou. Want Alex, dat is een zeurkou. Wat? Dat weet ik veel. We moeten Scar gaan zoeken. Oké. Okay. Ja. Dus jullie zijn in de Lion King Dimension. Weet je wat? Kijk het eens heel even allemaal je oogjes dicht doen. TP even naar mij. Allemaal ogen dicht. Jullie zien niks. Ik kan niet in dimensie, tussen dimensies. Oh, balls. Dan moet je even naar dingen... Ja, weet je wat, ik loop hem wel eventjes daar naartoe. Ik gebruik wel eventjes de teleport. Jullie mogen je ogen weer open doen, vooruit dan. Yay. Ik ga gelijk naar Towertown. Omwint het nou ook bij jou? Het regent. Want hier in de savanna is het hevig aan het omwederen. En ik weet niet of er in deze dimensie ook tornado's kunnen komen. Oeh. Even kijken, dat is allemaal het handje. Waarom ben ik zwart? Nee, mijn skin was zwart. Waarom ben ik? Mijn skin was zwart. Misschien moet je eens dus een keertje gaan douchen. Hey, waarom ligt hier een portal of zo? Ja, nee, kijk hier, hi. Daar kun je rechts op klikken. Doe maar even rechts klikken. Waar zijn jullie? Ja, ik sta hier, voor je neus. Rechts op. Waar? Ik zie jou niet, maar rechts erop. Ja, hierop klikken. En dan? En dan mij volgen, want dan ga ik jou eventjes naar de andere telepad brengen. Want dan kun je die dadelijk namelijk gebruiken. Dan kun je gewoon tussen dimensies doorswappen. Dus heel erg handig. Dus volg mij! Wat is... Kijk, want ik heb hier een hele awesome wapen. Ik heb de stok van Rafiki gejat. Oh. Volg mij! Ja, kom maar aan. En hier omweert het ook. Oh, ik hoor geen geluid, maar maak je uit. Gezellig. Creeper! Het is lang geleden zeg, gewoon dit Ja, dat zeiden we al eens, bijna maand. Hoe lang, hoe heet het spel ook weer? Was dat niet zoiets van Mario Kart? Nee, geen Mario Kart. Tornado Valley, Alley toch, of zo? Ja, zoiets ja, omdat we hier altijd zoveel tornado's krijgen. Ja. Over tornado's gesproken, Towler achter je! Nee hoor. Oh, je moet... Ah! Oké. Okay. Je moet de telepad toevoegen aan je vriend. Anders kan hij hem niet gebruiken. Maar jullie zijn toch al vriendjes? Nee, je moet met dat ding moet je shift. Hallo friends, right click, telepad empty ended. Let friend, right click, his. Kijk eens,
van de teleport. Oké. Hey, zwart scherm. Oh, dit is vet. Mijn Minecraft die klapt er even uit. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, ik ben er weer. Okay. Daar zijn ook de kijkers. Ik heb de kijkers ook weer bij me. Yay. Hallo, kijkers. Wip, wip. Zelfde play 20. Ja. Jij kan de telepad gebruiken, toch? Wow, ik zag een bliksem. Ik wist niet dat Pikachu hier ook in zat. die zit er toch al lang in. Nou, ik wil heel vervelend doen, maar gisteren had ik... Ik werd gewoon getroffen hier door de bliksem. Nou, lekker. En gisteren had ik heel erg veel last van Pikachu-choos. Dat waren van die yellow choo-choo dinges van de Windweker. Dit is wel echt vet mooi, man. Ik ben er nog niet in geweest. Ik vind het ook, zie jullie! Dat was eigenlijk een backup plan. Want je had afgezegd. En toen dacht ik bij mij van ja, de Nightmare Dimensie die wil ik eigenlijk toch ook wel met Dutch Gaming Nation en jou erbij hebben. Ja. En toen hadden we maar gezegd van, weet je wel, we gaan naar de Lion King Dimensie. Nou ja, ik moest even weg. Ik kon er echt niks aan veranderen. Nee, maar dat is niet erg. Ik had daarom ook een backup plan. Oké. Maar... Oké. Towlertje! Hey! Ja, ik ben onderweg. Wie ben jij ook alweer? Blade Shadow natuurlijk. Dat is lang geleden. Je bent bijna dood. Hier. Ja joh. Hier. Voel de liefde. Oh. Word ik nou verschoten door iemand? Nee, ik moet nou toch een chest maken. Want ik ben kijk nou! Vergeten. We hebben een chocolade-animator kaasbokje. Wie is dit? Kan ik die killen? Nee, Rafiki moet je niet killen. Wist ik toch niet? Rafiki is toch goeie, Rick? Heb je de Lion King ooit gezien? Weet ik? Jawel, maar wat toch? Hij ziet er gewoon zo uit van kill. Ter nagedachtenis van Rafiki. Hij ziet er zo uit van kill mij, weet je wel. Nou, we moeten op zoek naar Scar. Twee hoofd heeft hij. We moeten op zoek naar Scar. Ja, waar zit hij dan? Ik ben benieuwd of hij... Die zit ergens in een cave in de omgeving min 80 plus 80. Min 80 plus dan. Ja, dus in de omgeving, hè. Dus, nee, 100 was het geloof ik. Ik weet niet meer precies. Ik heb hier een cave. Oh, dit kan ik niet. Heb jij een cave? Wat is dit voor steen? Het is hout. Het is hout? Volgens mij. Maar ze ben je, dat ben ik niet. Sorry, ik moest het gewoon even doen. Wil je dit wel? Nee. Ik ben in ieder geval op die plek waar ik... Je moet nog eventjes naar boven komen. Shh. Boven? Weet je dat je dood aan het gaan bent? Eet eens wat! Nee! Ja! Ik heb het belangrijkste vergeten, dus ik mag dood. Sorry. Nee, je mag niet dood! Wel, want ik heb het belangrijkste vergeten. Oké, edit sound in 3, 2, 1. Oh, de Fiki, geef me een knuffel. Nou jongens, zullen we maar op zoek gaan naar Scar? Nee, maar... Oké, doen we dat later. Ja, wat wil je anders doen? Hey, wacht. Ho. Ik valt. Jongens, ik val ben. Wat wil je doen dan? Straks die telepad, maar ik weet hoe het moet. Ja, dan moet ik toch right-shift of zo? Nee, jij moet rechter, maar... Dan moet ik dit doen. Wat ik van jou heb gekregen, waarschijnlijk. Jij hebt niks van mij gekregen. Nee, ik heb dat gekregen van die telepad. Register. Maar ik moet jouw toestemming hebben om te mogen gebruiken. En wat moet ik dan doen? Zal ik eventjes... Heb je ook nog dat blad? Ja. Oké, ik doe eventjes dit. Oh! Nou, je hebt hem gepakt! Geef terug! Oké, leg hem... Touwler. Ik heb hem al gegeven. Gooi ze neer. Is... Oh, je weet het niet. Even. Wat doen we? Zoek je fit hier af, Fiki? Kan ik hem niet killen? Zo, ja, en dan? Nou. Allowing friends, use a pet. Ja? Yeah. Right click. Empty handed. Ja? Let your friend right click with his register.
Universal Talent was added to register, Lion King, Boom, Universal Access. Whoops, this is not my telepad. Damn, I broke my telepod register. Right, click. Whoa. Weird. Paaspul. Mijne doet het gewoon. Maar ik zal die andere ook even uitklikken. Oh, wat gebeurt er? Hey, oh, ik ben aan het doodgaan. Op Awesome Commons kan ik heen. Oh jee, ik ben dood aan het gaan. Ik ben dood aan het gaan. Ja. Ik kan niet helpen. Uh-oh. Wat gebeurt hier? Ik heb geen idee. Ik ben bij de Wall of Awesome Commons. Ik word hier in één keer. Ik weet niet hoe diep. Waar ben ik? Hallo? Ben ik nou in de savanna of. Ik heb namelijk. Als je doodgaat, kom je terug in de savanne, ja. Als je in deze dimensie doodgaat. Ja, maar ik ben niet doodgegaan, gelukkig. Oh. Ik ben in één keer, ik weet niet. Ergens terechtgekomen. Waarschijnlijk zit ik in de boom. Je zit in de boom. Nee, ik zit niet in de boom. Nee, bij mij niet op mijn scherm. Maar ik zit op. Ik heb geen flauw idee waar ik ben! Ik ben. Oké, oogjes dicht doen. Slash TP, Mr. De. Ja. Er is even iets fout gegaan. Oh, ik zit. Hè? Zit jij nou in de huisdimensie? Sta jij nou bij de Wall of Awesome Commons? Ja! Waarom ik niet? Hoe kan het dat ik hier opeens ben dan? Ja, via die dinges. Bij mij werkt die niet. Ik moet een empty register hebben of zoiets. En dan gooi je die ene toch weg die je nou hebt. Damn, I forgot my teleport register. Goed, ik ga het gewoon nog een keer proberen, want ik werd in één keer ergens in deze dimensie onder de grond gepleurd. Wat lief. En ik zie dat het namelijk tijd is om een comment te plaatsen, dus ik moet zo snel mogelijk naar de Wall of Awesome Comments. Oh, dat is. Want ik had de reacties had ik al klaarstaan. En dan in de volgende aflevering gaan we achter Scar aan. Ja, ik weet al waar die is. Want ik sla hem kapot met mijn stok. Ja, jij kan er. Hey Rafiki, wat heb je met mijn telepad gedaan, jongen? Echt serieus, als jij er nog één keer iets mee flikt, jongen. Echt serieus, dan geef ik je een schop tegen die rode kont van je. Hey, dat is mijn vriend. Waar steekt hij mij naartoe? Wat is dit? Wat is deze? Wat is dit? Wat is wat? Ik sta ineens in een of ander teleportatieding. Je klopt even. Jongens, ik heb ben even niet eens bij die telepad en krijg iets. Jongens, ik heb eventjes last van een technisch mankement. Ik ben zo bij jullie terug. En we zijn weer terug. Hallo. Ja, er waren eventjes een paar glitches. Jullie zien, ik ben heel eventjes in creative mode geweest om heel eventjes de glitch te fixen. Als het goed is, doet hij het nou wel goed. Ik had er netjes 4 gemaakt. En als ik dan nou naar comment wall ga, pada, ben ik bij de comment wall. En kunnen we dus eindelijk naar de comment van de dag. Werd ik je tijd. Fijn, mooi. Zal het een keer tijd worden ook. Ondertussen kunnen dadelijk de anderen dus gewoon rustig daar weer terug naartoe lopen, omdat we dan in de volgende aflevering Scar gaan vernietigen. Maar in deze aflevering is het nou nog heel eventjes een reactie plaatsen. En aangezien dat we toch zeg maar de stok van Rafiki te pakken hebben gekregen, is het natuurlijk wel heel erg leuk om dat eventjes erbij te gooien van de comment van de dag. Nou, de comment van de dag, aflevering 21. Ja, het is een tijd geleden. Dude, serieus. Dude, donder op. Donder. Maak mij niet boos. Maak mij niet boos! Sly! Challenge accepted. Aflevering 21. Eventjes stilte alsjeblieft, dankjewel. Die komt van CMS. Wacht eventjes. CM Sync Time, denk ik. Leuke naam. Origineel. CMS Sync Time. Koop, ja. Zo staat jouw reactie, of jouw naam er. Sync Time. En die had geschreven... Dat noem ik een koekje. Yeah. Van eigen deeg. Lekker. Nee, gewoon dat noem ik een koekje. Meer heeft hij niet geschreven. Dus heel erg bedankt voor je reactie. Hartstikke leuk. Nou, voor morgen heb ik hem alvast klaarstaan. Ik ga niet zeggen welke. Dat vind ik toch vriendelijk. Dus ja, heb je een leukste momentje van deze video? Laat het weten in de reacties. Misschien komt jouw reactie ook wel op deze geweldige, awesome wall of comments. Yay. Dus wat zit jij nou weer nee te schudden? Ik sta erop. En ik sla je er vanaf. Nee.
Ik sla er even af! Dit was Zelda Player 20 samen met... Met mij. Wat? Met bedoel ik, sorry. Next. Zelda Player Team Maestro. Tot morgen, jongens! Doei! Hé, ik heb je eindelijk een keer geraakt. Doei!